Jullie hebben al, jullie komen uit Dorst. Bavel. Bavel. Den Hout. Oh ja. Ramzon. Vanmiddag komt de scouting uit Bavel. Hey, kijk. Oh, gelijk. Ja. Ja, mannen komen ook. Ja, ja, dat is een behoorlijk fietsocht geweest. Hoe laat vertrokken? Nou, 11 uur zijn we vertrokken. 11 uur? Alle wel. We zijn dus al een uur onderweg. We zijn nu redelijk van alle gemak en vinden ze een moderne toilet achterop van het gebouw. En dan ga ik een beetje vertellen wat we hier eigenlijk aan het doen zijn. Kun je al mensen van jullie hier ooit zijn geweest? Nee. Ja. Jawel. Nee, ik niet. Ja, u bent nu op het IJzertijdboerderij. En wat wij hier hebben, wij hebben hier een IJzertijd-erf nagebouwd van zeg maar, pakweg 3000 jaar geleden. Dat is de IJzertijd, dat is het laatste stukje van de prehistorie, 800 voor Christus, 50. Dan zijn jullie ziek dat jullie allemaal een gezegende leeftijd hebben, gezonde grijze haren. Over die mevrouw met een rode kopje. Dat is dan een jonkie, denk ik. Ja. Of ze verft hoor. Nee. Je kunt kiezen. IJzer. Ja, ja, IJzer. Roest. Hij ze komt met gilds. Vuurtoren. Ja. Maar wij beelden hier uit, iets uit van de prehistorie, zoals ik al zei. Is 800 voor Christus, 50 voor Christus, we noemen het IJzertijd. Alleen er is een heel groot verschil tussen prehistorie, is alles van 50 voor Christus. En alles van 15 na Christus, dat heet historie. Dat zouden jullie kunnen weten. Maar dat is lang geleden natuurlijk ooit begonnen. Het is niet actueel voor jullie. Hè? Ik zal vertellen, in de IJzertijd, of in de prehistorie, konden wij niet schrijven en lezen. Wij schrift kenden wij hem. Dus er is niemand die een boek geschreven heeft. We woonden zo, we aten dat soort dingen. Dat waren onze feestdagen. Dat deden we als iemand ziek was. Dat deden we bij overlijden. Dat weten we eigenlijk allemaal niet. Alleen maar in de grond zoeken. Dus er zijn geen boeken die ik kan raadplegen. Hm. Weet jullie wie de eerste waren die geschreven hebben over onze feiten? De Romeinen. De Romeinen. En wat deden die gasten? Ja, dat waren een beetje, ja. Kijk, jullie kennen de Amerikanen. Hè? Die jokken ook wel eens. Want toen Bush op een gegeven moment Saddam Hussein wou verjagen, toen zei hij, ja, hij heeft atoomwapens. En daarom moeten we met z'n allen een groot front maken tegen hem. Dat was de redenering, hè? Ja. Alleen hij had geen atoomwapens. Ik wil niet zeggen dat het de verkeerde zaak is, dat ze hem hebben weggejaagd, daar gaat het niet om. Maar de reden was een beetje anders, hè? Om geld te verzamelen, om alle landen achter zich te krijgen. De Romeinen, dat zijn een beetje de Amerikanen van de prehistorie. Die willen ook één ding, die willen de baas worden over de wereld die ze kennen. En dan moet je dat zien vanuit Italië en dan het hele Middellandse zeegebied. Noord-Afrika, Spanje, Frankrijk, ook naar ons. En de tweede is, ze jokken er nogal behoorlijk los. Op een gegeven moment, die krijgsheren, zo'n Julius Caesar bijvoorbeeld, die had al de schrijvers bij, die liet dan brieven schrijven naar Rome, naar de regeerstand is geboden. Tegen de Romeinen. Frankrijk hebben ze een dikke klop gehad. Duitsland zijn ze niet gekomen, want daar hebben ze van zijn. De Germanen hebben de Romeinen compleet in de pan gehaakt. Maar als hier woonden, ja, kom ik in. Idee niks. Of we denken dat het stamverband heel los was. Dan worden, ja. Maar goed, dat is dus het verschil tussen historie en prehistorie. Kunnen schrijven, kunnen lezen. De eerste die gaan schrijven zijn Romeinen. Die helemaal betrouwbaar was te doen. Nou is de IJzertijd het laatste stukje prehistorie. Maar de prehistorie is veel, veel langer. En die begint 300.000 jaar geleden. En dan praat ik over steentijd. Dat is iets anders dan IJzertijd. Op een aantal plakken heel langzamerhand komt de brons binnen, druppelen. En in de IJzertijd komt het ijzer binnen. En daar is dat verschil naar gemaakt. Hè? De bronstijd zul je straks zien, ja, daar ben je eigenlijk nooit mee doen. Maar in die steentijd, dat is 300.000 jaar geleden, begin de prehistorie, moeilijke tijd. Daar hadden we namelijk ook nog last van de ijstijden. Wie van jullie weet wanneer de laatste ijstijd is geweest? 10.000 jaar geleden. 10.000 jaar. Weet je wanneer we de volgende ijstijd hebben? 10.000 jaar. 40.000 jaar. Hij schat ook zo. Ik schat ook. Maar de voorlaatste ijstijd was 100.000 jaar geleden. En jullie kennen de Noordpool, die kap, die ijskap. IJzer sneeuwkap, een paar kilometers dik. Maar die kap die lag toen over Nederland. Zo ver was dat ijs gekomen.
Zo ver lag onze ijs en sneeuw gekomen. De Noordzee staat helemaal droog. Je kunt van Bavel naar Engeland lopen. Dat is handig. Dat is handig, hè? Ja. We gaan doen genoeg, hoor. Ja. Vanuit heel Nederland kun je naar Engeland lopen. Er stond helemaal geen water meer in de Noordzee. Het zat allemaal in die ijs. Er groeit van alles in het wild. Er groeien wilde appeltjes, er groeien wild fruit, er groeien noten, bessen, er groeien wilde granen. Dat verzamelen ze allemaal en dat eten ze. En hoe noem je dan mensen die alles verzamelen en bejagen? Jagers en verzamelaars zijn dat. Die bouwen geen huizen. Waarom? Ja, je bent hier een maand en dan trek je weer door. Een soort normale tentpakje maak je. En, ja, klaar. Aardewerk, die is hier op de aardewerk staan. Die is een aardewerk al doen. Ja. Hadden ze bijna niet in die tijd. Want waarom? Ja, als je 100 van deze potten hebt en je moet het allemaal meesjouwen op je rug. Er blijft A niet voor over, het is loodzwaar. Snap je? Aardewerkkinderen zijn ook bijna niet, dus we vermoeden bijna, ja. Hoe ze dat hebben gedaan, waarschijnlijk houten bekers of zoiets, ik weet het ook niet precies. Maar ze hadden dus heel weinig materieel bezit. Nou, dat duurt heel lang, die steentijd. Maar op een gegeven moment, ja, dan houdt het erop, dan komen er te veel mensen in Brabant. Eind van de steentijd wonen er ongeveer in heel Nederland 10.000 mensen. En dat is al te veel, op het begin van de steentijd wonen er maar 1.000. Dat betekent 10 keer zoveel mensen. Nou, dan zijn er te weinig beesten. Alles wat je kunt eten, heb je te snel opgegeten. Dus dat is er gewoon niks meer. En dan ontdekken ze heel langzamerhand. Dat komt uit de Balkan, dat komt uit Mesopotamië, jullie weten waar het ligt. Dus de Iran, die ligt in Irak, Israël, die streken. Midden-Oosten zou ik maar zeggen. Dan komen de granen binnen bij ons. Dus ze hebben de raad, hey, zaadjes gaan gooien. Dan krijg je granen, bonen, erwten, linzen. Allerlei voorlopers van allerlei groenten die wij kennen. Ik zal niet zeggen de bloemkool, maar de voorloper van de bloemkool. De kool. Rare kool. Snap je? Wat wij eten is allemaal heel modern, hè? Doorgekweekt en alles. Hè? Broccoli, zouden we daar wel eens van gehoord hebben? Nee, hè? Denk het niet, hè? En meer van dat soort groenten, weet je, die wij nu allemaal hebben, kennen wij niet. Dus één club die er een beetje mee bezig is, is vergeten groenten. Die hebben wel heel leuke dingen. Dat je tegenkomt op internet, gewoon even kijken. Nou, dus langzaam, want ja, en ze gaan en ze denken, ze komen er ook achter, nou weet je wat, gaan we schapen houden? Gaan we koeien houden? Gaan we varkens houden? Dan heb je altijd melk, je hebt vlees, je hebt varten. Ja, varkenskoeien, vetvoer, weet je wel. Eén keer per jaar slachten. Je hebt heel de winter eten, snap je? Of vlees, laat ik zo zeggen. Dus dan, heel langzaam, zien we die overgang van jager-verzamelaar naar boer. Dan gaat een boer gaat nog huizen bouwen. Die willen bij de akkers blijven. Ja, je moet bij de akkers blijven. Je moet bij je vee blijven. Je hebt geen zin meer om de grond te trekken. Je bent toch altijd op één plek werkzaam. En bij je vee natuurlijk. En de boeren gaan ook aardewerk maken. Zijn de eerste mensen die een beetje met aardewerk gaan werken. Van ja, god, als je gaat eten zout, je hebt potten nodig, je hebt schalen nodig, je hebt bekers nodig. Ja, waar werd het van gemaakt? Van klei en van leem. Meer had je niet natuurlijk in de tijd. Maar dan zien we dus dat we heel langzamerhand, daar hebben wij hebben gekozen voor de ijzertijd. Je kunt het leven van toen een beetje vergelijken met nu. Op het moment met zoals wij nu leven. Daar in zo'n huis hoorde een kerngezin. Dat is een vader, een moeder en de kinderen. Misschien opa erbij, misschien een oma of tante. Maar dat was het. Ja, dat doen wij tegenwoordig ook, hè. Want jullie hebben de kinderen toch allemaal in huis geschopt, ook. Inmiddels. Dat wel, u lacht. Ja, u had er veel plezier in. Nee, jongens. Ja, ontzettend. Ja, ik ook wel heel veel. Sinds pas sinds kort rijden. We willen ze allemaal lachen. Ja. We hebben ze goed thuis, jongen. Maar goed, daarom hebben wij de gepakt. Maar dus, wij zijn boeren geworden. Nou, ik heb al gezegd, ja, we maken een verschil in steentijd, rondtijd, ijstijd. Even samenvatten, prehistorie, historie. Prehistorie, alles van 50 voor Christus. De scheidslijn ligt in feite bij het beheersen van het schrift. Zodra het schrift komt, zeggen we historie. Denemarken is de prehistorie doorgelopen tot 600 na Christus. Terwijl bij ons 50 voor Christus is afgelopen. Hoe zou dat komen? Er zijn nooit Romeinen geweest. Bij ons 50 voor Christus begint de Romeinse tijd. En de Romeinen zijn op een gegeven moment in Duitsland, hier in het gebied hier net boven de rivieren, en ze behoorlijk verslagen. En ze zegt, we stoppen ermee. Nou, ik zal eerst wat laten zien uit de steentijd. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Dan weet ik niet veel van de historische of de prehistorische archeologische geschiedenis van Babel. Er is iemand van jullie bij uit van de heemkundekring die misschien iets weet. Anders kan ik niet aan als ik geen informatie vraag.
Maar dit soort dingen vinden we in heel Nederland. Uit de steentijd. Dit is gewoon een bijl. Een schaartek en bijl. Nou, die worden zoveel gevonden in Nederland. Ga gauw kapot. Spring je flinters af. Wat doet nou die vent die daarmee zat te werken? Die pakt het ding, komt het weg, maakt het nieuw. En duizenden jaren later vinden wij dit. Vinden we iets wat erop lijkt. Ja. Hé, hey, hier zijn ze bezig geweest. Hij mag wel. Ja, pak maar. Ik heb hier nog een stukje vuursteen, dit is wat langer. Met een scherpe kant. Dit noemen we een kling. Jullie kennen de uiting iemand over de klingjagen? Ja. Dat is dit, hè? Ik weet niet of het daar vandaan komt, ik vermoed het al. Wat is het vuursteen? Wat je dit is allemaal vuursteen. Dus als je dat tegen elkaar... Vuursteen tegen vuursteen, dat levert niks op. Je mag het proberen, het zal misschien één keer in de duur een vonkje geven, maar je moet het met ijzer doen. Hieruit? Ja, dit lukt. We zullen straks wel eens even kijken bij iemand. Nee, ik dacht dus dat het vuurstenen alleen gebruikt werden om vuur te maken. Nee, dus het ook heel scherp, je moet met ijzer gaan slaan. En dan krijg je vonken. En die vonken komen uit de steen, of uit het ijzer in feite. Maar dat zou zeggen, niet uit de steen. Maar dit is zo hard dat je daar dus vonken mee krijgt. Ja. Uit ijzer. Als je twee stenen tegen elkaar slaat, je slaat de stenen kapot en niet. Dus ik zou niet weten die dingen. Maar dit heet dan het mes. Nou, die zijn er duizenden gevonden. Hoef ik niet meer mee aan te komen in het museum tegenwoordig. Ze zeggen, ja, neem hem lekker mee uit. Ja. En dan heb ik hier nog iets, dit zag ik in het Zinnebed Museum. Ja. Het is geboren. Lekker gat. Ik heb ook hele balk. Ja, kijk eens verbinden met elkaar. Doe ik het zo dan? Nee, we hebben wel een tijdje mee. Ik heb dit zelfs niet geprobeerd. Denk ik maar laatst, dit hebben we gewoon machinaal. Ik ken hem in een boormachine. Maar dit is de boormachine. Dit is de boormachine. En dat zijn een beetje de voorwerpen vanuit de steentijd. Hè? Nou, dan komt de bronstijd. Ja, had ik al, zei ik al iets tegen jullie. Ja, de rare tijd. Die meneer zei, ja, nou, de steen komt bronzen in Europa. Maar dat valt best mee. Bronzen is een materiaal gemaakt van tin en koper, dat weten jullie misschien. Het is een mengmateriaal. Maar tin zit heel veel in Engeland. Koper zit al in Belgische Ardennen, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland. Ja, dus er moet iemand zo slim zijn geweest om dit bij elkaar te brengen. En dit te mengen, dat je een ander materiaal krijgt. Want brons komt van de natuur, niet voor in de natuur. Snap je? Dus dat moet je maken. Dus die man heeft gigantisch veel moeite gedaan. Om dit bij elkaar te krijgen, tin en koper. Om het te smelten en er iets nieuws van te maken. En dan trek je het land in. Had je dit proberen te slijten, hè? Ja, gemaakt. Kijk wat ik kan vangen. Dus die komt hier op zijn boerendorp. Ze zijn een paar keer hier, het verhaal gaat van die bronstijdsmeden. Ja, dat waren rondreizende smeden waarschijnlijk wel. We zijn één of twee keer hier in Brabant geweest. Bij hele mooie graven van vorsten, denken wij. Want die hebben prachtige bronzen voorwerpen. Ja, die man moet iets hebben gehad om te ruilen. En dan denk je, dat is ook een rijke handelaar in iets geweest. Maar ja, handelaar in wat? In vlees, in huiden? Ik weet het niet, snap je? En in het riviergebied vinden we dit ook veel. En in de rest van Nederland vinden we dit niet. Van dit zijn er miljoen stukken gevonden in Nederland. Vuursteen, bijlen, schapentjes zoals dit, bootjes. Van dit 800 stukjes. Ja, dat geeft aan dat het heel zeldzaam was. Hè? Als je dit in je tuin vindt, die gaat naar het museum en zegt, mijn vrouw neemt het alsjeblieft mee naar huis. Maar hoeveel is dat niet meer? Kom je hier mee? Maar dan krijg je eervolle vermelding en een medaille in de orde van Willem van Oranje en van Nassau of zoiets. Zo zeldzaam is dit. Hebben wij het meegemaakt hier? Naar alle waarschijnlijkheid niet. En dat wil langzamerhand zeggen, archeologen ook van Nederland zeggen, ja, er zijn mensen geweest die brons hadden. Maar dat moeten welgestelde mensen zijn geweest, welgesteld. Veel vee hebben gehad, veel vlees om te houden, veel huid om te houden. Of iets anders waarvan we nog niet weten wat het was. Want we weten eigenlijk niet wat ze verder hebben kunnen gaan. Behalve huiden, vlees en zout misschien. Ja, wat zou je nog meer hebben kunnen halen? Ik weet het niet. Misschien je dochter of zo? Als ze dat in het bezit hadden, dan is het niet dat ze het weer doorrolden. Nou, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk een aantal maanden nam je het mee in graf in. In graf zijn deze gevonden. Dus dat betekent dat het was aan jou gebonden. Ging jij dood, ging dat mee. In een aantal gevallen hebben ze ontdekt dat dit brons plaatselijk hersmolten is. Daar is nu van gemaakt. Open wonden. Dus die hebben het doorgegeven. Maar het meest waarschijnlijk is, was voor jou, ging bij jou graf in.
Nou, dan op een gegeven moment, dus ja, ik zei de steentijd, dat hebben we er gezien. Dan krijgen we de bronstijd, zeer zeldzaam. En dan krijgen we op een gegeven moment in de ijzertijd. En dan worden we toch al wat gelukkiger hier in Brabant. We vinden ijzer hier in de grond. Dat is niet zo geweldig, ik zal het straks een beetje laten zien. Dat betekent niet dat we grote ijzeren potten maken. Dan kunnen we met ijzer gieten, kunnen we niet. Maar het gaat gewoon om ijzer smeden een beetje. Ijzer gieten, moet je vergeten, komt pas in de middeleeuwen allemaal. Maar we kunnen een simpel mes maken, een pijlputje. We kunnen een schoen maken voor een ploeg, zodat die... je hebt van die eergetouwen met één zo'n punt, die gaan door de grond. Als je een stuk ijzer opzet, dan breekt die ploeg niet zo gauw, de voet breekt niet zo gauw. Schaartjes zijn gevonden. Ja, dit is eigenlijk een verkleind model. Dan kun je op de markt komen met de kledingkoopman. Die hebben dezelfde als deze, een hele grote. En door de stof. Zoep. Heb je dat gezien? Dat is een buksenschaar. Ja. Dat is ook zo. Ja, de buksen, die... dat weet ik niet. Ik heb er nooit buksen mee gezien. Ja. Maar ja, dit is gevonden. En dit soort dingen, spelden, wij noemen het fibulas. Als je de dames die er dan een toga hadden of zo, om vast te maken op je schouder, ook niet zo. Of in een haai, ik weet niet wat ze precies deden. Ja. Maar dat soort dingen ontdekken we dan allemaal. Dan zul je afvragen, ja, dat moet er laten zien met de verschillen zijn. En dus we hebben wat spullen in de steentijd en ijstijd. We krijgen een verschil in benadering. Nou is de vraag, wat vinden we eigenlijk in de... ik zeg altijd, ja, zoals je het hier ziet in het huis, een aantal afdaken, dan gaan we straks even kijken. Raamplaten, zo zou ik het waarschijnlijk toch hebben uit kunnen hebben zien. Maar ik heb geen boek, hoe zou ik het dan weten? Overleven. Gewoon zelf in de natuur leven. Als ik een verhaal van 3000 jaar geleden hoor, dan weet ik echt niet meer wat er van waren. Zo. Dan is het zo verdraaid, hè? Ja. Opgravingen. Opgravingen, precies. Ja. Dat is het probleem met, we moeten inderdaad alles weten van opgraven. Het probleem is hier in West-Brabant, dat de grond heel zuur is, er blijft niks van over. Het is textiel, dus linnen, blijft niks van over. Schoenen van leer, blijft niks van over. Hout, rotwei. IJzer, roest. Je vindt een beetje roest, meer vind je niet. Het enige wat je eigenlijk vindt zijn dingen die een beetje hard zijn, van natuur, steen. Of hard gebakken, aardewerk. Nou, wat vinden we? Ik heb al wat dingen laten zien van vuursteen. Maar wat we verder dan vinden, dan komen we in de tweede categorie, wat we zelf hebben gebakken. Ja. Potten. Nou, wat ik hier heb, ik heb hier een paar scherven, nou dat vind je heel veel in de grond. Dus die vinden we. We vinden ook vaak nog hele potten. Die zitten meestal in de grafheuvels. Nou, het leuke van de potten van heel Nederland, weten we precies hoe de potten eruit zagen, hoe dik ze waren, welke kleur ze hadden, hoe ze gemagerd waren, hoe ze gebakken waren. Vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwen, weten we. In Nederland is het enige land waar het heel goed onderzocht is. De Universiteit in Leiden heeft daar een heel lang project over gehad, vanaf 1920 tot 1980 geloof ik of zo. Dus ja, die hebben daar een voorbeeldverzameling gemaakt. Ja, dat weten we dus. Ja, en dit is helemaal niet moeilijk meer. Je ziet hier een bocht. Ja, je pakt maar een goed computerprogramma die kan berekenen. Die rekent gelijk heel de omvang uit en de pot, snap je? Zo doen ze dat tegenwoordig. Ik heb zelf nog zitten tekenen. Als ik zo scherf had. En dan moest je kijken hoe die pot er eigenlijk uit had gezien. Dus dan ga je meten. En dan ga je helemaal rond. Ja, nou, dit is geen bandkeramiek hoor. Dit is typisch waarschijnlijk Noord-Holland. Dat is de duimafdrukken. Dat is typisch van Noord-Holland, dus de duimafdrukken. Zit er nog iets op van etensresten? Nou, wat erop zit, is microscopisch klein. Maar dan ben je gezegend hè, als onderzoeker. Als je dan maar 3 of 4 stukjes vindt. Ja, en zo hebben ze van heel Nederland ontdekt welke graansoorten we op hebben, welke groentesoorten, welke vleessoorten. Dat is in die potten achtergebleven. Dus we hebben ook het dieet leren kennen. We weten ook wat de mensen gegeten hebben. Nou, dan kunnen we als archeologen een volgende stap zetten. Oké, je woont hier met een man of 8. Ja, je gaat je eten niet 5 kilometer verder halen. Dat komt van je eigen akkers. Hè? Dus wat hier in die potten is achtergebleven, dat heeft op je akkers gestaan. Dus dan weet je ook wat. Als je weet wat ze gegeten hebben, weet je wat er op de akkers heeft gegroeid. Ze hadden waarschijnlijk, niet speld, maar inkoren, duivenbonen hadden ze. Duivenbonen, weet je ook wat het is, hè? Moffelbonen, wel van gehoord? Labbonen. Labbonen, ja. Voorlopig van de labbonen. Ja.
Allerlei echte, we hadden ook allerlei noot, dat soort dingen. Dat hebben we allemaal gevonden, ook vlees, weten we dat we varkens hadden. En we schapen hadden. En we koeien. We zijn ook botten gevonden, dus daar weten we het ook van. En dan gaan ze nog een stapje verder. Dan zeggen ze, oh, je wordt hier maar 8 man. En dan gaan we heel modern denken hoor. Van, hoeveel zou je nodig hebben gehad, hè, om te eten? Nou, dan ga je gewoon maken een moderne berekening van hoeveel calorieën heeft één volwassene en een kind nodig per jaar. Dat kun je uitrekenen. En bij ons kun je het ook uitrekenen. Wij halen het uit de melk, uit de kaas, uit de bier, hè, sommige van ons. Boterhammen, aardappelen, rijst, noem maar op. Je weet waar je het uithaalt, hè? Dat soort dingen hadden ze allemaal niet. Dus zij moeten hun calorieën heel ergens anders uitgehaald hebben. En dan moet je kijken waar zij het uitgehaald hebben. En dan kun je dus ook zien. Nou, melk hadden ze waarschijnlijk. Melk, ja, de koeien gaan voor melk, maar ze dronken niet. Maar dankzij dus die scherven, dus we weten de huisraad. We weten wat ze gegeten hebben, we weten wat er op de akker heeft staan. We weten hoeveel één persoon nodig heeft aan calorieën. Dan kunnen ze een berekening maken, oh, dan moeten ze zoveel akkers hebben gehad. Dat en dat moet gegroeid hebben, wat ze in die tijd hadden. Snap je? En zo kun je dus heel je park invullen. Dat zijn allemaal stappen die je moet nemen om in het begin te zien. Oh, dat heb ik ook nooit zo gedaan. Wat vinden we nog meer? Lepels. Dat zijn onze broodzetten. Dat is gewoon aardewerk. Lepeltje gemaakt, gebakken. Tuit eraan. Stok erin. Lepels hadden ze al. Messen hadden ze ook. Dus ja. Het is allemaal niet nieuw, hè? Even kijken hoor. Kijk, als we dit vinden, zijn we zo blij. Dit is een spinsteentje. Als je een schaap hebt, krijg je rollen. En je hebt het wel gezien dat die dames die pakken dan zo'n plukrol en die draadje bij. Ja, vanmiddag zijn er geen dames die het kunnen waarschijnlijk. En dan, dit is het gewicht, dat draait. En dan trek je er een draad uit die rol. Spinnenwielen hadden wij niet. Normaal doe je het met een spinnenwiel, maar dat kwam ook pas in de middeleeuwen. Dus wij moesten dat in de prehistorie met zo'n steentje doen. Dus dat betekent, hey, ze hebben zitten spinnen, hey, ze hebben schapen gehad. Leuk, weten we dat ook weer. Maar dat spul is allemaal hier gevonden. Dat spul is allemaal hier gevonden. Ja, nou niet hier. Wij, ja, hier ook allemaal, maar wat hier gevonden is, dat ligt in een museum. Dat mogen we niet hebben. Dus we hebben alles moeten reproduceren. Dat deze steen hier ergens gevonden is. Ja, ja, deze zou een voorloper van een voorbeeld van hem zou hier gevonden zijn. En toen kwamen ze erachter, wacht even, we hadden dit ontdekt. Ze kon al een draad maken. En als je veel draad hebt, kun je gaan weven. En dan krijg je schering. Schering, inslag. De schering draad moet strak hangen. Was dit? En dan kon er 3 hoeken zijn, kon er 4 hoeken zijn, kon er rondjes zijn. Als je maar een gat zat waar je die draden van die schering doortrok. En dat het gewicht was. Gaan we straks in de boerderij. De voorlaatste ijstijd, zei ik al, de Noordzee staat droog. Het ijs ligt tot het dienst. Maar dat zand uit de Noordzee wordt opgeblazen. Eerst richting Rotterdam. Daar zit het estuarium, daar komen al die rivieren uit. Vandaar is we het verder op. In Brabant liggen 4 deksand terug. Echt heel breed. Kilometers breed. Dat is allemaal zand uit de Noordzee. Dat daar naartoe is geblazen. Daartussendoor liggen dalen. Dus het gaat zo, hè. Daartussendoor liggen dalen. Maar daar zitten een heleboel beekjes om het water af te voeren stromen van alle kanten. Je zou zijn huis zien. Je zou daar een moeder met een kind zien zitten. En de rest van de mensen zie je niet. Heel rustig, heel verlaten. Kun je je voorstellen dat je in een heel ander tempo leeft? De zon is je klok, hè? En alles gaat in het ritme van de zon. Dus je komt daar bij de akkers, dan zullen we ook wel zien dat er een heel ander tempo ligt. En de rest van de mensen zijn aan het werk, zie je. Nou, wat doen wij nou in Doemen? Wij doen eigenlijk zo'n beetje, ja, 800 jaar ijzertijd. Dus van 850 proberen wij in 1 middag te stoppen. Dat kan natuurlijk nooit. Want wij hebben en een smid vaker, we hebben en dames die met textiel bezig zijn. We hebben en mensen die met vuurwerk bezig zijn. We hebben zelfs een mannelijke wever. Dat zou je niet allemaal in 1 keer op 1 dag kunnen vinden. De smid zou waarschijnlijk zijn werk maar 1 keer per jaar doen. De pottenbakker zou zijn werk ook 1 keer per jaar doen. Als alles kapot is, het dan weer eens wat gemaakt. Snap je? Dus dat zou je, in het echt zou je heel weinig zien. Het leven is veel trager en trager en trager dan wij gewend zijn. Jullie zijn ook allemaal overleefd, hebben jullie moeten veel, hè? Moeten. Niet. Willen. Kan ik. Goed, ik zeg, we gaan een beetje verder, we gaan een beetje lopen.